Het is vandaag 2 april 2017 en Wereld Autisme Dag. Ik las vanochtend op Facebook, laten we proberen niet alleen vandaag of deze week, de Autisme Week, autisme uit onzichtbaarheid te halen, maar laten we dat het hele jaar door proberen te doen. 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Horvers en ik wil je gewoon meenemen in de wereld die autisme heet, maar misschien ook gewoon wel in het leven meenemen. Ik heb de afgelopen 6 jaar duizenden mensen mogen vertellen over mijn autisme en honderden mensen mogen coachen. Het boek Plan B is inmiddels in de derde druk. Ik heb een hele hoop ervaringsdeskundigen zien opstaan die we misschien in deze vlogs ook wel langs zien komen. Ik vind het gewoon leuk om allerlei dingen met je te gaan delen. En ik wil ook allerlei vragen van je beantwoorden, mocht je die hebben. Ik ga ook mijn struggles met je delen, een blik achter de schermen geven bij lezingen. Ik stel me in ieder geval de uitdaging om 365 dagen een filmpje te maken over autisme. En die wil ik dan met je gaan delen, want autisme heb je niet 1 week, maar dan heb je een heel leven lang. En autisme kan ook soms weer veranderen. Ik zeg wel eens menselijk gedrag onder een vergrootglas. Dat ga ik later nog allemaal uitleggen. Voor wie ga ik deze filmpjes maken? Ja, voor jou. En misschien ben jij een persoon met autisme of werk je met mensen met autisme of een ouder van iemand met autisme. Laat het onder in de comments even achter. Ik vind het leuk om namelijk te lezen, dan kan ik ook met je meedenken. Mocht je vragen hebben, laat die ook vast achter. Ik ga ze natuurlijk niet meteen allemaal beantwoorden, maar gedurende de tijd ga ik ze zeker voor je beantwoorden. Ik ga je gewoon morgen weer zien. Wat ga ik vandaag doen? Vandaag is het zondag, Wereld Autisme Dag. Het is zondag. Ik heb wel eens een autieloze zondag, zoals ik dat van alles noem. Is dat wel een goede eigenlijk, gewoon even niks met autisme. En dat is soms een moment ook wel goed. Ik weet niet wat jullie gaan doen. Deel het even met mij. Het is buiten mooi zonnig. Je ziet het, de zon schijnt lekker binnen hier. Mocht je nou iets voor mij willen doen, en is het leuk als je dit filmpje met zoveel mogelijk andere mensen gaat delen, dan gaan we met veel meer mensen 365 dagen autisme beleven. Gaan jullie mee? Wow, dat viel eigenlijk best wel mee. Hier heb ik echt super lang over zitten stressen om hier te beginnen met vloggen. En ja, nou komt het eruit. Het moet zijn dat jullie het echt voorkomen knudden vinden. Zal mijn haar trouwens wel goed.